Waar kunnen ze jullie 's nachts voor wakker maken? Makkelijk. IJs. Bubble Talk nummer 4 alweer. En dan wil ik het knalhard horen, schaatsfans. Want hier zijn voor jullie exclusief Joy Beune en Hein Ottersveer. Yay! Hallo. Wat eet je voor de wedstrijd? Pannenkoeken. Ja, vind ik het lekker. Hoe oud was je toen je begon met schaatsen? En vanaf welke leeftijd had je ziet van, nou, ik wil bij de wereldtop gaan behoren? Dat is een goede vraag. Ik sport vanaf mijn 5e. Ik ben vanaf mijn 10e gaan schaatsen. Dat is 15, 16. Dan kreeg ik het besef van, hey, ja, ik wil eigenlijk wel meer dan regionale wedstrijden. En dan ga je er eigenlijk ook je leven op aanpassen om het allerbeste eruit te halen. En wat denk je te bereiken? Ja, Olympisch goud natuurlijk, is natuurlijk een droom. Maar ja, volgende over 2 weken hebben we natuurlijk het WK. Als ik daar goud haal, ben ik zeker tevreden. En dit was Bubble Talk nummer 4 met Joy Beune, met Hein Ottersveer, met de allerbeste schaatsfans van de wereld. Dankjewel. Doei. Doei. Doei.